Deze highlights worden u aangeboden door FedEx en Pepsi Max. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Met meteen een uitstekende bal voor De Bruyne. Oh, wat een goal! Kevin De Bruyne. Hij deed het in Bernabeu een jaar of twee terug. En hij zet hier Man City meteen op voorsprong. 2 minuten, nog niet eens gespeeld. Kevin De Bruyne. Hij scoorde de enige goal tegen Atletico in de vorige ronde. En hij klopt meteen zijn collega Rode Duivel, Thibaut Courtois. Geweldige assist van Riyad Mahrez. En wat een droomstart voor City. Onwaarschijnlijk. 1-0 voor de Citizens. En dan nu de diepgang. Met Foden. De Bruyne biedt zich aan. En heeft de tijd om voor te brengen. Dat mag je hem eigenlijk niet laten doen. Jesus, 2-0. Gabriel Jesus. Hij scoort niet alleen in de Premier League. Hij maakt er ook nu al 4 in de UEFA Champions League. En na 10 minuten staat Man City 2-0 voor. En je mag De Bruyne die tijd niet geven. En dan wordt er ook nog eens matig verdedigd. Een dramatische start in Manchester voor Real Madrid. 2 goals in het krijt. Maak dat nog maar eens goed. Maar goed. Leek in eerste instantie niet eens zo'n goede voorzet. Leek hem niet geweldig te raken. Kijk, is mooi gedaan door Bernardo Silva. De Bruyne zit sneller op die bal dan Alaba. En dan heeft hij nog Mendy voor zich. Maar hier is de kans op de 3-0. Mahrez gaat zelf trappen. Mahrez, ja, heeft hem zelf richting de rechter bovenhoek getrapt. Terwijl Foden daar, nou, de vrije man was aan de tweede paal. En kijk, mooi gedaan. Die Jesus. De Bruyne, links is Foden. En natuurlijk krijgt hij hem nu wel. Geweldige bal van Kevin De Bruyne. Foden naast. Opnieuw een weergaloze bal. 1-1 tijd van Kevin De Bruyne. En daar is de goal van Karim Benzema. Zijn 13e van deze campagne. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk. 1 halve kans heeft hij gekregen na 32, bijna 33 minuten. En hij hangt toch weer tegen de touwen. Bijna, ja, toch helemaal Mahrez. Militao zit ernaast. Riyad Mahrez, gaat hij scoren? Ja, wel nee, de paal. En dan loopt niet binnen door Foden. Ho, ho, ho. Mooi werk van Fernandinho. Met de overlap. De captain brengt hem voor de goal. En daar is hij nu wel, hoor. Daar is hij nu wel. De 3-1 voor Manchester City. Een koud kunstje voor Phil Foden. Maar wat een geweldige actie over die rechterkant en de voorzet van de invaller Fernandinho. Hier gaat Vinicius en dan is het uitkijken, want die is razendsnel. Gaat hij het zelf doen? Vinicius Junior nog altijd. Jawel, jawel, wat een actie van de Braziliaan. Hij vertrekt net op de helft van de tegenstander en hij kijkt niet meer achterom. In volle vaart richting de goal van Ederson. Hier gaat Kroos opnieuw in de fout aan de rand van de 16 en dan heerlijk binnengetrapt. Kijk eens aan. Bernardo Silva met de 4e City goal. En die had Courtois ook niet zien komen. Niemand had hem zien vertrekken. Nee, iedereen was aan het wachten. Gaat hij fout fluiten voor die overtreding van Kroos? Want dan was het toch wel, zo leek het. Hij gaf balvoordeel. Maar iedereen verrast. Real Madrid in kluis.
Dan komt die vrije trap. Hens? Ja, Hens. Appel voor handspel. Ja, Laporte met arm. Natuurlijk. Ja, het is een penalty. Het is een penalty voor Real Madrid. Daar komt Karim Benzema. Hola. Een Panenka. Ja, hij maakt dit seizoen nog spectaculairder dan het al was. Deze highlights werden nu aangeboden door FedEx en Pepsi Max. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.